Welkom bij Vera D. Stijfheid opheffen van het bekken. Soepele heupen. Laten we starten met een staptap. Handen op je heupen of in je zij. Rechter en linkervoet en we draaien de heupen in. Indraaien van de heupen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en bekkenschommel. Benen wijd en schommel de bekken onder. Buikspieren en bekkenbodemspieren aangespannen en terug los. Laten we starten. Opwarmen van het bekken. Uitademen, inademen. En in. En in. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. Neem een stok of een stoel voor de volgende oefening. Stok in je linkerhand. We starten met het rechterbeen. Til een been zijwaarts omhoog in de richting van je schouder en zwaai vervolgens je been voor het andere been. Let dat het bekken niet gaat draaien tijdens het zwaaien van het been. Laten we starten. Op en zwaai. 1, 10 keren, 2, 3, 4 en zwaai. 5, 6, losmaken van de bekken. En laatste keer zwaai en we maken een cirkel naar achter en naar voren. Kruis voor, langs en achter. Ook 10 keer. Laatste 5, 4, 3, 2, 1 en wissel van kant. Stok in je rechterhand. Til je been zijwaarts omhoog, richting van je schouder en zwaai vervolgens je been voor. Zorg dat je je bekken niet gaat draaien bij het zwaaien. Laten we starten. 1, 2, 3, 4, soepele heupen. 6, 7, 8, 9 en 10 en kruis voor en achter. Voor, achter, voor, achter, kruis voor en achter. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en voeten bijeen. Stok of stoel mag even opzij gezet worden. We gaan in hurkzit. Zet je voeten iets verder dan heupbreedten. Voeten wijzen naar voren, niet schuin. Voeten wijzen naar voren. Buig door je knieën in een diepe hurk, zo diep mogelijk. Is dat voor u het diepste, is het ook goed. Zo diep dat je kunt. Ja? En buig. Verplaats je lichaamsgewicht naar één kant. Duw terug naar het midden en ga door naar de andere kant. Dat is de oefening. De handen kunnen voor je uit, voor je borst, op je heupen of op je dijen. Laten we starten. Verplaats je lichaamsgewicht naar de ene kant en duw jezelf terug naar het midden en zak door naar de andere kant. Naar het midden en gelijk door naar het andere been. Verplaats om en om je lichaamsgewicht naar je rechter
En naar je linkerbeen. Een zware oefening. Volhouden. Laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. Rol op naar boven. Schud de benen uit. En we gaan langs de laatste oefening. En dat is planken. Spider-Man stretch. Oké. Kom op handen en knieën. Beginners blijven op de knieën en brengen een voet aan de buitenkant van jezelfde hand. Rechtervoet met rechterhand. We houden 5 seconden vast. En we brengen het been terug naar achteren en verplaatsen het andere been. Het linkerbeen aan de buitenkant van je linkerhand. Laat de heupen naar de vloer zakken. Enkele seconden vasthouden en terug in plank. Zorg ervoor dat uw knie niet voorbij je tenen gaat, maar in een rechte hoek naast je hand. Is dit te zwaar, dan gebruik je een stoel. Laten we starten. Kom op je knieën of op de tenen. Laten we starten. Rechtervoet bij rechterhand. Laat je heupen zakken. Enkele seconden vasthouden. Rekken van de lendenspier en terug in plank. Linkervoet, laat de heupen zakken. En terug in plank. Rechtervoet aan de buitenkant van je rechterhand. Laat de heupen zakken. Even houden, rekken, openen van de heupen. En in plank. Linkervoet, zak door de heupen. Zo laag mogelijk. Houden. Terug in plank. Herhaal met het andere been. Zak door de heupen. Laat je heupen zakken naar de vloer. Linkervoet aan de buitenkant van je linkerhand. En zak door de heupen. Laat je heupen zakken naar de vloer. Houd even vast. Enkele tellen. En terug in plank. Wissel van kant. Zak, laat de heupen zakken. Plank. Wissel. Laat de heupen zakken naar de vloer. Enkele seconden vasthouden. En kom terug in plank. Laatste keer zowel rechter als linker been. Laat de heupen zakken. 5, 4, 3, 2, 1 en plank. Andere voet, linkervoet. Laat de heupen naar de vloer zakken. 5, 4, 3, 2, 1 en in plank. Rol op.
we gaan eindigen gelijk we gestart zijn. Heup, heupschommel. Laten we de bekken schommelen. Schommel de bekken onder. Uitademen, alles aanspannen. En inademen, loslaten. Nog 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Heupen naar binnen draaien. Rechterkant en linkerkant. Blijf even aan je linkerzijde. Ja, en kantel de bekken onder, schommel en terug. En schommel de bekken onder en terug. Nog 6 keer. 5, 4, 3, 2, 1 en wissel van kant en 8 keer schommel de bekken onder, kantelen van de bekken. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en laat los. Benen losschudden. Zo, dit was het voor vandaag wat mij betreft. Soepele heupen, stijfheid opheffen in het bekken. Dag en tot de volgende keer.